Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vannacht is Jordi weer gespoken. Sinds een paar dagen is het zo dat hij 's nachts zichzelf zo onderplast. Dat hij, ja, alles gewoon zeik en zeik nat is. Gelukkig leggen we altijd zo'n pleet onderop. Waardoor dat zeg maar niet het matras ondergaat. Maar ik ga dadelijk eventjes toch naar de kruidvat om eens heel eventjes grotere maat luiers te halen. En luie broekjes kreeg ik als tip. Dus ik ga daar eens heel eventjes uitproberen de komende dagen. En ja, verder is vandaag de peetoom van Jordi jarig. Die viert zijn verjaardag nooit, maar ja, hij is peetoom van Jordi. En ik en Niels zijn allebei mensen, je bent peetouder, dus je behoort wat op je verjaardag te krijgen. We hebben je niet voor niks daarvoor gevraagd. Dus ja, dan ga ik daar eventjes een cadeautje voor halen. Ik weet ook al wat hoor. Ik wist dat al de hele week, maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Dus ik ga dat dadelijk heel eventjes regelen. En hij zal mij straks een berichtje sturen als hij thuis was. Dus ja. In ieder geval, ik ga heel eventjes het kindje aankleden. En dan gaan we heel eventjes naar de winkel. Ik moet eventjes naar de dierenwinkel om eventjes een paar dingetjes te halen. En ik moet eventjes dan naar de Action, de Kruidvat en de Albert Heijn. Ik ga heel eventjes de kindjes doen en dan op naar buiten. Dus, wij zijn straks naar de winkel toe geweest. Jordi ligt nu lekker op bed. Ik weet niet wat ik heb, maar ik begin allemaal puisten te krijgen. Maar goed. Liam lag te slapen, maar die is weer wakker. Die ligt lekker rustig in de box. Lekker laten liggen als hij ligt. Ik ben bezig met de video te gaan uploaden. En wat ik heb gehaald, nou voor Jordi. Ik heb nu gehaald voor Jordi 6 plus. Voor de zekerheid. Ik heb luie broekjes gehaald. Het zijn probeerverpakkingen. Dat is eigenlijk best handig, moet ik zeggen. Deze zijn 2,50 per stuk. Ik moet zeggen, dat is best wel slim. En er zitten er dan 6 in. Dan heb ik 5 gehaald. En ik heb 6 gehaald. Dus even kijken wat er voor hem past. Want ja. Kijk, het maakt mij niet uit dat hij zichzelf iedere nacht onderplast. Alleen, ik vind het voor het manneke zelf zo sneu. Het is gewoon ja, niet prettig. Hij wordt daar ook gewoon wakker van. Dus daarom heb ik zoiets van, laten we toch maar eens even gaan kijken wat, hoe en wat. Er is in ieder geval geen blaasontsteking of zo aan de hand. Dat weet ik zeker. Er zijn geen symptomen van een blaasontsteking. Dus dat is het sowieso niet. Het is gewoon denk ik dat hij heel erg veel ophoudt. En dan ineens alles eruit plast. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar ja, ik moet heel eventjes naar Liam toe. Want die is een beetje over de zeik. Maar in ieder geval ga ik eventjes knuffelen en de video uploaden. En dan ineens wordt het zo'n dag. En hier ligt er nog eentje te schreeuwen. Dus ik denk dat het bij Jordi buikpijn is. Dus ik denk niet dat ik vandaag nog veel ga filmen als het zo doorgaat. Dus, maar goed. Ik ga heel eventjes Jordi pakken. Ik heb hem al 3-4 keer uit bed gehaald. Dus, maar ja, in ieder geval, ik ga heel even kijken wat hij wil. En dan gaan we wel kijken. Nou, Jordi heb ik rustig. Die heeft gewoon enorme buikpijn. Ze heeft net al wel wat gepoept. Maar het is er nog steeds niet helemaal goed uit. Nu heb ik hem heel eventjes dat hij kan staan en voor de tablet eventjes kan kijken. Zodat hij het in principe eruit kan krijgen. Hij heeft in totaliteit denk ik 10 minuten geslapen, een kwartiertje. Meer niet. Dus die zal straks nog wel naar zijn nest willen. Maar dat gaan we zien. En deze hongernek, die kwam ook al eerder, dat hij honger had. Nou, dan krijgt hij het toch. Ja. Ja. Dan geven we maar eten. Dus ja,
Ik had net heel eventjes een schreeuwend team dat samenspant tegen mama. Juist. Nou, ik ga heel eventjes hem verder zijn fles geven. De vlog heb ik in ieder geval geüpload. Die komt straks gelukkig gewoon online. Ik zag het, jongen, maar dan heb je toch echt pech? Nee. Het wordt zo'n dag dat ik continu een schreeuwend kind heb. Ik denk niet zozeer van hem, maar eerder van Jordi. Maar ja, die dagen heb je er nou eenmaal bij zitten. En vooral als hij buikpijn heeft, dan is hij niet te genieten. Dus ik denk dat hij komt vandaag niet veel in beeld. Dat heb ik nu al gemerkt. Jordi heeft echt ontzettende buikpijn, al de hele tijd. En ik heb hem nu heel eventjes wat rustiger. Wat ik heb gedaan is dit, want hij wil zelfs Joef niet om zich heen hebben. Hij wil Liam niet in de buurt hebben, hij wil hem niks. Dus wat ik nou heb gedaan is dit. Kan hij lekker in zijn eigen wereldje zitten. De tablet staat voor zijn neus, dus daar moet hij het maar even mee doen. Ik ga heel even Joef op zijn donder geven. De plek waar je niet altijd bij komt, is onder de box tenminste. Het lukt mij niet altijd om onder de box te doen. Dus ik heb de box eruit gesjouwd. Die heb ik daar opgehangen. Ga ik nu even stofzuigen en eventjes met een doek afdoen. Ik heb allemaal speelgoed achter overal uitgetrokken. En een paar spenen die ik kwijt was. Dus daar blijven mijn spenen. Dus ik ga het heel even gauw doen. Hehe, eindelijk iemand die er slaapt. Hier staat nog steeds iemand wakker. En hij is ondertussen is hij chipjes aan het eten. Dat doet hij goed op kauwen. Wil je nog eentje? Wat ben je aan het vertellen? Hij is aan het vertellen dat papa thuis is. Ja. Wil je wat papa vertellen? Liam krijgt nou lekker zijn flesje. Jordi ligt net in bed. Die heeft mama in bed gewerkt. Yes, rust. Maar Jordi werd de afgelopen nacht iedere keer nat wakker. Omdat hij in zijn bed geplast had. En dus hebben we nou een grotere luier gekocht. En die gaan we nou proberen. Ja, dat had ik straks ook al verteld in de vlogs. Dus we zijn benieuwd. Oh ja. En we hopen dat Jordi dan door kan blijven slapen, want hij wordt er een keer zelf wakker van. En dan horen zijn ouders wakker. En die zijn daar niet zo blij mee. Hè, papa? Nee. En het werkt natuurlijk voor Jordi ook niet, omdat hij dan de hele energie van zijn dag kwijt is. Ja, en dan is hij ook chagrijniger en dan slaapt hij 's middags ook niet goed. En, ja.
Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar ik heb veel gehuil gehad vandaag hoor. Echt heel veel gehuil. Ook buikpijn gehuil. Maar ja, het was niet makkelijk vandaag. Maar nu Niels bezig is met Liam, heb ik even mijn handen vrij en kan ik eventjes wat dingetjes doen. Een hele goede morgen! Liam die ligt in de boksen spelen. Die is vrij vrolijk. Jordi krijgt lekker zijn flesje. Het is eigenlijk al bijna middag. Dat is het eigenlijk. Maar Jordi krijgt nu zijn flesje en die gaat nu dadelijk lekker slaapje doen. Dus, ja, dat. Niels is heel eventjes de hoort op. Naar een vriend. Die is gewoon graag lekker de deur uit. Ja, prima toch. Morgenochtend gaat hij ook weer sporten, dus... Niet dat hij zijn buik daarmee kwijtraakt. Maar goed, hè? Hij doet graag sporten, dus dan moet je dat gewoon laten gaan. Maar ja, deze grote vent die gaat daar naar bed. En die andere grote vent, die is de krant aan het lezen. Jordi ligt inmiddels te slapen en Liam is wakker. En wij zitten samen, hè? Ja, je moet goed oefenen, hè? Moet je goed vasthouden, hè? Recht zitten. Hallo. Ja, doen we even een beetje oefenen, hè? Ja. Hij zit in zo'n, zo'n zitstoel, weet ik het hoe dat heet. In ieder geval zit hij in. En dat doen wij in oefenen. Ja. Ja. Zit je daar lekker? Zit je daar lekker? Jordi is beneden met Liam de fles aan het geven. En Jordi was net wakker geworden. Ja. Ben jij wakker geworden? Oh. Zat de kabel onder zijn kont. Ja. 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 Oh. Oh. Geef mama een dikke kus. Oeh, ik krijg gewoon kusjes. Jij hebt geplast, hè? Zullen we naar beneden gaan? Als we naar beneden gaan, dan kan mama jouw luier even verschonen. Ja? Oeh, ik krijg allemaal kusjes. Oeh. Wie is dat? Is dat Jordi? Hij is vandaag een stuk vrolijker als gisteren. Liam die zit nu naar papa te kijken hoe dat die Jordi zijn luier verschoont. Ja. Ik heb verder niet veel meer gefilmd, want... Het was namelijk zo dat ik ben gaan slapen. Want ik was heel moe. Dus en ik ben nog niet zo lang wakker. En Jordi wordt nu verschoond en die krijgt zo dadelijk de fles. En dan gaat hij naar bed. En jij bent er nog wel beneden, hè? En daar is Joef. Ja, want Liam doet om 6 uur nog even een slaapje, zodat hij zijn ouders nog even kan terroriseren. Een hele goede morgen. Hi. En hallo. Goedemorgen. Hallo. Ben jij blij? En Jordi is ook wakker.
Die was vanochtend al vroeg op. Ik ga mijn eigen aankleden en dan ook kleedjes voor de jongens pakken. En dan gaan we even naar de winkel, even boodschappen doen. Boodschapjes gedaan! En we zijn weer onderweg naar huis. We gaan nog even tanken. We hebben de wagen vol geladen. En ja, we hebben veel boodschappen gedaan, hè? Ja, en het was lekker rustig in de winkel. Ja. Gelukkig is het hier zo dat de winkels om 9 uur al open zijn. Dus dan kun je lekker op tijd naar de winkel en dan ben je ook weer op tijd terug. En ben je nu, Jordi? Maar goed, wij gaan nog even tanken en dan gaan we thuis de boodschappen uitlaaien. En wat heeft mama vandaag gedaan? Boodschappen gedaan. Of bedoelde je geslapen? Mama heeft dit weekend veel geslapen. Mama was heel erg moe, of is nog steeds heel erg moe. Hi Liam. En Liam denkt bij zijn eigen, hè? Leef jij ook nog? Nee. Jawel, mama leeft ook nog. Maar ja, dat dus. Ja, nou ga ik hier maar aan de gang, want ja, ik heb vrij weinig gedaan vandaag. Mm-hmm. Dus, mag je nog even papa zijn, dan gaat mama eventjes huishouden dingen doen. Mm-hmm. Dankjewel dat ik mocht slapen vandaag. Wat heb je gedaan, Jordi? Jordi zit in zijn filmpje. En Liam, wat heb jij gedaan? Ik heb een hapje gegeten. Wat en een flesje. Wat voor een hapje, papa? Broccoli. Broccoli? Oeh, wat vond je lekker? Als zijn handen erbij, hoor. Wat is er? Wat is het dan? Wat is het dan, kleine dikkop? Tit-tit. Hij heeft er geen zin in. Tit-tit. Ik heb boven gepoetst. Niels gaat voor mij zo dadelijk stofzuigen. En dan kan ik dweilen. Dan gaan we daar lekker eten. Ja, ik ben sperrups aan het maken. Dat vindt papa lekker. Jam, jam. Dan moet je ook niet bij papa in de buurt komen, want dan is het moment dat hij op het moment dat je dicht bij zijn sperrups komt. Dus Joef wordt dan eventjes in de bench gezet, want anders wordt Joef ook opgekluifd, denk ik. Wat ben je aan het doen? Dat is een muggenbult, papa. Die heeft hij al de hele week. Ja. Dat is papa. Papa overal altijd over friemelen, hè? En kijken wat, hoe en wat. Ja. Dit. Tot irritaties aan toe hier in huis. Van mama. En van de kinderen. Dat valt op mij. Nou, je hebt wel eens momenten dat je bij Jordi iets aan het doen bent. Snotjes eruit halen en zo. En dat hij echt pissig wordt, jongen. Hij snapt alleen het goede doel niet, maar ja. Maar goed. Jordi die is helemaal blij. Met zijn Moomba. En ja, ik ga zo dadelijk heel eventjes de frietpan naar binnen halen, want we eten frietjes met spareribs. We zouden eigenlijk iets anders eten, maar mama die lag te slapen. Dat hebben we wel eens, hè. Yeah.
Ja. Op een kus. De kindjes slapen eindelijk. Gelukkig wel. Het is er allemaal gebeurd, Niels. Ja, we hebben ze van alles hebben ermee gesjouwd om ze in bed te krijgen. Ze wilden niet slapen, niet. Zowel Jordi als Liam niet. En papa heeft ze allebei in slaap gewicht. En mama is ondertussen met het ene kind bezig geweest toen papa met het andere kind slaap wil krijgen. Dus... teamwork. Toen samen papa en mama zijn. En dan is papa en mama lekker gedoucht. En nu gaan ze lekker slapen. Yes. We gaan deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Tot de volgende...